Spijkenisse. En Marion Keten doet de hele ochtend verslag vanuit Spijkenisse. En waar ben je nu, Marion? Ja, wij hebben een professionele roulette. Ik heb te maken met een professionele jongleur. En hop, 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 hop. Dan gaan er 5 ballen de lucht in. Die professionele jongleur, dat is Niels Duinker. Kan je praten en jongleren tegelijk? Oh nee, hoppakee, dan gaan we even de bal in de hand. Dat kan ook. Maar dat is makkelijk met de microfoon, dat iedereen het hoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 24 jaar jong. En je bent al een jongleerwonder van hier tot Gunder. Want je bent in 2006 en 2007 ben je Nederlands kampioen geworden. Dat klopt. Ja, en daarna in 2008 heb je zelfs de gouden medaille gewonnen voor het International Juggling Association. Dat klopt, allemaal prijzen. Ja, dat is goed. Leuk. En afgelopen jaar op het Taiwan Circus Festival was je ook de beste. Dat klopt, ja, met mijn act en met de jongleren. En dat in Spijkenisse? Ja, je moet ergens wonen. Spijkenisse is een goede plek. Dat is, dus ik woon hier en voor mijn shows werk ik overal. Dat jongleren, hoe begint dat? Is dat een geintje gewoon met een paar balletjes de lucht in gooien en daarna denken van hé, dat is geinig? En toen ik klein was, toen zag ik het op tv van het Circus Festival van Monte Carlo. Toen dacht ik, nou dat zou leuk zijn als je dat kan. En toen bij de ondertiteling zei, deze jongleur is begonnen toen hij 8 jaar oud was. En ik was toen 8 jaar. Dus ik dacht, oké, als ik nu begin met oefenen, kan ik net zo goed worden. En het duurde toen ik 12 jaar was. Want toen was ik op de Blaise Pascal. En een klasgenoot, zijn vader, die was een jongleur. En die kon het mij uitleggen hoe het moest. Dus die had het me geleerd. En toen ben ik blijven oefenen. En toen op je 19 werd je voor het eerst Nederlands kampioen? Dat klopt, ja. Dan tijdens het eerste Nederlands kampioenschap jongleren. De eerste prijs. Nou kan je jongleren met ballen, zoals je nu eventjes hebt meegenomen. Maar je hebt kegels, je hebt borden, je hebt ringen, je hebt hula hoop, cirkels, messen kan ook allemaal nog. Wat is je favoriete object? Oh, met de kegels is mijn favoriete object. Want die draaien, dus die zijn het moeilijkste om mee te jongleren. En daar kan je de meeste trucs mee doen, dus die vind ik het leukste om mee te oefenen. Maar voor mijn show, want ik werk heel veel op cruiseschepen, dan moet ik een show van 3 kwartier, vul ik dan. Dus dan heb ik verschillende attributen om meer variatie in de show te brengen. Dus dan moet je natuurlijk heel veel geintjes en grappen en grollen met al die jongleerballen en kegels uithalen. Nog heel even dat leren. Je bent op je 8e begonnen, op je 12e werd het professioneler en op je 19e ben je dan een wonder aan het worden. Is dat dag in dag uit urenlang dingen de lucht in gooien? Ja, iedere dag een paar uur oefenen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je goed de relatie met de agents en voor de boekers, dat je die onderhoudt. Dus daar ben je ook nog een tijdje mee bezig. Maar voor de rest 3 uur per dag oefenen en dan proberen ook om de show goed te krijgen. Dus daar ben je ook nog tijd mee bezig. En dan wordt het dan een obsessie? Nee, het wordt je werk. Nou ja, maar ik dacht echt goed worden. Want hoeveel objecten kan jij de lucht inhouden tegelijkertijd? Mijn record is met 10. En in de show op het podium doe ik met 7. Dus daar moet je iedere dag voor oefenen. En soms, vooral op die cruiseschepen, als de zee ruw is, dan gaat het schip op en neer op de golven. Dus dan wordt het nog lastiger. Dus hetzelfde als dat je in de achtbaan of in de trein aan het jongleren bent. Dus dan heb je nog een extra dimensie erbij die het nog moeilijker maakt. Dus elke dag 3 uur trainen wil iemand jongleur worden? Als je goed wil worden. Jij bent begonnen in Spijkenisse. Nou, we staan ook hier bij het metrostation waar je eigenlijk je dagelijkse oefening had. Dat klopt, je hebt de middelbare school. En je hebt een ruimte nodig om te oefenen. En ik woon vlakbij het metrostation. Dus dan ging ik dan bij het metrostation naar binnen en dan heb je een hoge ruimte waar geen wind is. En dat is belangrijk voor het jongleren. Als je buiten gaat jongleren, dan is het te veel wind. En dan die ringen en die ballen, die vliegen dan weg door de wind. Dus dan heb je een extra dimensie erbij, waardoor het niet lukt. Dus dan is het beter om binnen te staan. Dus die ruimte had ik gevonden en die was altijd open. Dus dan ging ik daar naar binnen en oefenen. Dus al die spijkers, hoe noem je dat eigenlijk, een spijkenisser? Mensen Spijkenissen. Mensen uit Spijkenissen, die dus met de metro gingen op de Heemraadlaan, die moeten jou wel kennen. Ja, de meeste wel. Dan kwamen ze terug uit hun werk en dan stond hij er weer met die ballen te gooien. Dus maar deze vond het grappig, dus dat was goed. En nu moeten ze je missen? Ja, nu dan op vanochtend even nadat ze weer even van je kunnen genieten. Want ze moeten nu tegenwoordig een cruise boeken om jou weer te zien, want je vertrekt morgen alweer richting Letland. Ja, klopt. Die cruiseschepen die gaan overal. En vooral nu in de zomer zijn heel veel cruiseschepen in de Middellandse Zee en in de Baltische Zee. Dus daar boeken ze me nu op. Dus ik ben nu de hele tijd op die cruiseschepen. En iedere keer een dag of 2 thuis. Dan opnieuw voorbereiden en pakken en dan weer terug naar de volgende. Nog maar een paar dagen per jaar eigenlijk in Spijkenisse. Doe ze nog even lekker de lucht in, dan kunnen we nog even naar luisteren wat dat is, dat jong leren. En het is net disco-muziek, zegt hij nog even. Pas maar op, daar pak ik de microfoon erbij. Intussen horen we een heel ander geluid, namelijk het geluid van het balletje in onze roulette tafel. Want dat is de bedoeling natuurlijk van de regio roulette. Vandaag waren we de hele dag in Spijkenisse. De bedoeling is dat we morgen weer naar een andere gemeente gaan in de regio Rijnmond. Robinia heeft net het balletje gegooid en die is op een nummer terechtgekomen. En dat nummer is, Robinia? 20. En dat correspondeert met welke gemeente? Lansingerland. We gaan naar Lansingerland.